Focus op de stand van zaken. Kolonel Werner Kiwasen is op donderdag 27 oktober geïnaugureerd als bevelhebber van het Nationaal Leger. De communicatiedienst Suriname heeft een breedvoerig gesprek gehad met de legeraanvoerder. Hij deelde het traject van zijn loopbaan en ontwikkelingsvisie over de organisatie met ons. Kolonel Kiwasen, Werner Kiwasen is een jonge Surinamer, bijna 45 jaar oud. Ik ben een echte Surinamer, met echte Surinamer bedoel ik dat ik van bijna alle etnische groepen die er zijn in Suriname een beetje heb. Ik draag wel een Chinese naam, dankzij mijn vader, maar ik heb toch meer dan dat in mijn bloed. Voor de rest ben ik een jonge Surinamer die denkt aan ontwikkeling van dit land, want ik ben hier geboren na de onafhankelijkheid, dus ik voel me ook echt een echte Surinamer. En voor de rest, ik kan mezelf niet beschrijven, ik denk dat andere mensen dat het best kunnen doen. Maar ik denk dat ik toch een bescheiden persoon bleef. In feite alleen de benoeming, dat maakt het anders. Ik deed het werk al sinds het officieel werd dat ik waarnemend bevelhebber werd, vanaf 1 april. Dus sindsdien was het een uitdaging om dit leger te leiden. En nu is het gewoon een status die ik heb gekregen waarbij ik officieel dan het roer mag overnemen. Op zich niet veel verschil. Het is goed. Het is ook goed geweest dat ik die inloopperiode heb gehad, omdat ik in die periode nog heb moeten aanvoelen hoe het moest zijn om zo'n grote organisatie te leiden. Maar meer nog ook vooral hoe te manoeuvreren met deze organisatie, niet alleen binnen ons territorium, maar ook internationaal. En hoe voelt dat aan nu? Ik ben nu dus echt de man die deze organisatie leidt. Maar net toen ik eerder zei, de inloopperiode die ik heb gehad, nu is het gewoon business as usual. Het leger heeft organisatorisch een aantal uitdagingen. En een van de uitdagingen is dat we financieel niet veel bewegingsruimte hebben. Heel veel financiën gaan naar lonen, premies, bezoldigingen, etc. En we hebben niet voldoende over voor operationele zaken. En desondanks proberen we toch door creatief en strategisch te plannen toch onze taak naar behoren te doen. Wat wij eerst weten, of laat me het anders stellen, wat we eerst dienen te doen, is die visie te hebben waar we naartoe willen gaan met onze organisatie, maar vooral ook hoe onze organisatie zich moet positioneren op internationaal vlak. En daarvoor heb je sterk leiderschap nodig. En dat is een van mijn prioriteiten waar ik aan ga werken. Het is ook opgenomen in het Defensiebeleidsplan 2021-2026, waar we gaan investeren in leiderschap. Omdat met sterke leiders je niet alleen een organisatie continu kan blijven voorzien van jongere leiders, maar ook dat je dit sterk leiderschap nodig hebt, vooral in crisis. Men zegt meestal, train as you fight. Dus je moet die mannen ook de vaardigheden hebben gegeven om in tijden van crisis vaardig te kunnen handelen. Dus dat is een van de dingen die wij hebben als uitdaging. Om echt met de gebrekkige middelen echt te investeren in leiderschap, maar ook in het personeel. Want ook al heb je sterke leiders, als jouw personeel niet competent genoeg is gemaakt, ga je gewoon brokken maken tijdens crisis. En dat is echt waarmee wij dealen.
Suriname qua defensie beter positioneren binnen de regio. We weten dat wij weinig middelen hebben, maar door sterke partnerschappen met onze regio, regionale partners, we worden al gezien als een betrouwbare partner, maar dat wij nog meer daaruit moeten halen en dat we ons ook nog meer en veel beter moeten, hoe zeg je dat anders, dat wij buiten onze grenzen kunnen opereren of performen. Maar ook op hoger niveau, bijvoorbeeld dat wij hoge militaire plaatsen, bijvoorbeeld in OAS-verband, als adviseur of binnen VN-verband, of binnen CARICOM zelf. Dat is wat wij willen doen en dat is waar ik me voor sterk maak. En het is ook in het kader van sterk leiderschap ontwikkelen. De mechanismen bestaan al. Alleen heb je momenten waar men de mechanisme niet gebruikt. De officieren vooral hebben alleen vanwege het leiderschap de plicht om op te komen voor hun personeel. En niet dat ze zichzelf eerst zegenen, alvorens om te kijken naar het personeel. Want in een conflict ga je alleen daarvoor staan als je niet hebt omgekeken naar je personeel. Dus je moet investeren in jouw personeel. Daarom moet je ook erg sterk leiderschap hebben bij de officieren. En hoe wil ik dat breken? Door meer te investeren in hun, dus in de leiders. Dat ze het besef hebben, dat ze het besef continu hebben dat zij moeten dienen. En het is niet the other way around, dat de manschappen of de officieren hun moeten dienen. Het is omgekeerd. Hoe gaan we dat doen? Door opleiding, door trainingen. Door de mensen uit te zenden naar diverse podia. Dat bedoel ik internationaal, maar ook hier. Want we hebben ook lokale actoren waarmee wij ook dealen. En je hebt officieren vooral die ook met deze nationale actoren moeten kunnen werken. En door ze steeds te laten werken, door ze steeds in contact te laten treden met deze actoren, komt ook die vaardigheid om te gaan met een netwerk. Dus eigenlijk, al vanaf ik opgroeide als kleine jongen, zag ik het leger, want ik heb ook een broer in het leger, nog steeds in het leger. Hij was ook betrokken in het binnenlands conflict. We zagen hem gaan en komen en hij is uiteindelijk ook, jammer genoeg, oorlogsgewonden geworden tijdens die oorlog. Maar wat mij aantrok was het militair zijn. Het hebben van vrienden, het hebben van of meedoen aan operaties. En dat is ook wat wij als jongens toen gevoed werden vanuit de media bijvoorbeeld. Er kwamen vaak genoeg films over oorlog, etc. En als jongen trekt dat je ook aan. En in 1998 was het voor mij, het was voor mij geen, hoe stel ik dat heel concreet? Ik was niet van plan om heel lang te blijven in het leger. Ik was gewoon gekomen om even avontuur mee te maken om daarna door te gaan, want ik wilde doorstuderen. Maar toen ik eenmaal in dienst trad, toen proefde ik van wat het leger precies is en dat er best wel mogelijkheden binnen de organisatie bestaan om door te gaan. Nu, na bijna 25 jaar, zit ik aan top van dezezelfde organisatie. Dus wat mij heeft aangetrokken, het was gewoon een jongensdroom. Kort. Bij mijn diensttraining had ik geen plan om lang te blijven. Maar eenmaal ervaring te hebben opgedaan in die korte periode, heb ik mogen proeven wat het militair zijn allemaal betekent en ik verlangde naar meer. Ik kom uit een familie, je kan zeggen een middenstandsfamilie. Ik heb geen rijke ouders gehad. Ik heb een heel goede jeugd gehad. Ik mag niet zeggen dat het niet goed was, maar ik heb een goede opvoeding gehad van mijn ouders. Mijn ouders waren wel zorgzaam. En dat heeft onder andere ook geholpen om ons
kinderen. Ja, wegwijs te maken van hey, als je keuzes maakt, maak ze goed overwogen. En toen ik in dienst zat, had ik al een middelbare schoolopleiding met nog de opvoeding van huis uit. Dus je komt in een organisatie die totaal anders is, waar je echt onafhankelijk bent. Want van huis uit ben je een beetje afhankelijk van je ouders. Hier ben je gewoon op jezelf. Die volwassenheid heb ik hier Ik ben hier echt volwassen geworden, want toen ik in dienst zat, was ik net 20. Ik moest 21 worden. En die zelfstandigheid kwam daarbij. Maar ook de vriendschappen, de collega's die je hier ontmoet, die brengen je andere contacten. Want ik had collega's van alle pluimages, van alle soorten, alle andere woongebieden. Dus je leert elkaar gewoon ook goed kennen. Dus je leert ook veel van de anderen. En wat het heeft gedaan voor mij, hoe langer ik in de organisatie bleef, hoe nationalistischer ik me begon te voelen. En toen ik kennis maakte met Brazilië in 2011, daar pas begon ik te beseffen wat nationalisme allemaal betekent. Dus je leert een aantal dingen daar en je kijkt terug naar onze organisatie van hey, hoe en wat kan anders. Bij terugkeer, zo ook met mijn collega's, hebben we gezien dat wij veel meer moeten doen voor onze organisatie. De kennis die we hebben gebracht vanuit Brazilië, hebben we ook echt geïmplementeerd hier. Of laten we zeggen niet geïmplementeerd, want er waren ook andere mannen die voorheen dezelfde opleidingen hebben gedaan. Maar dat wij echt die theorie in de praktijk hebben mogen omzetten. En de mens QSN is daardoor ook gevormd geworden. En ook dankzij het leger heb ik mijn sociaal leven op lijn kunnen brengen. Want als jonge Surinamer, als iemand die pas volwassen is, je hebt nog geen houvast van hey, wat wil je precies doen? Je kan een leven hebben waar je elke dag uitgaat, waar je elke dag heel veel uitgeeft. Maar je raakt uiteindelijk onafhankelijk als volwassen. Je moet weten om te gaan met wat je krijgt als loon. En je begint keuzes te maken. En ik moet ook zeggen dat ik met mijn partner die ik toen leerde kennen, met wie ik trouwens getrouwd ben daarna, heb ik dan ook samen met haar die keuzes mogen maken. En ook dankzij mijn partner of mijn echtgenote heb ik echt doelbewust gewerkt naar waar ik nu ben. En het is ook dankzij dokter Landveld, ik zal zijn naam nu ook noemen, ik ben hem ook dankbaar voor, dat hij me een beetje wakker heeft geschud. Want toen hij ook dat zag, stelde hij me een vraag. Hij stelde me de vraag van, wat wil je nou precies in het leven? Wat wil je nou precies in het leger doen? En ik had toen nog geen benul. Want ik deed van alles. Ik wilde zelfs commando worden. Ik wilde hier en daar een aantal dingen doen. Ik was ook net begonnen in de media. Met media bedoel ik fotografie, videografie. En hij zei me van, kijk, als jij ambities hebt, als je bijvoorbeeld chefstaf wil worden, werk er naartoe. Werk doelgericht. Je moet ervoor zorgen dat je de beste troef in handen hebt. Want wanneer de tijd aanbreekt dat men moet kiezen, moet je ervoor zorgen dat je kiest op basis van die troeven die je hebt. En dat was voor mij de inspiratie geweest om echt doelgericht te werken. Ik dacht van oké, ik wil bevelhebber worden. Ik heb gekeken van hey, wat is nodig om een bevelhebber te zijn. In elk geval, je moet hoger geschoold zijn, je moet breder georiënteerd zijn. Je moet ervaring hebben. Je moet netwerken kunnen creëren. En gaandeweg heb ik ook dat advies van Weyland, dokter Landveld, genomen. En zo heb ik mezelf ook zitten scholen. Na mijn officiersopleiding heb ik mijn HBO afgerond. Natuurlijk, het ging niet zo makkelijk, omdat ik ook constant naar detachering moest gaan, oefeningen. Dus die opleiding die 4 jaar duurt,
heb ik zeker, ik heb er 7 jaar over moeten doen. Vanwege de vaak afwezigheid van mij tijdens de opleiding. En na mijn opleiding heb ik ook bewust gekozen voor bepaalde richtingen. En dat heeft gemaakt dat ik die ervaring binnen de operationele sfeer heb kunnen maken of kunnen doen. En het is ook die ervaring die mij heeft geholpen om te zijn wie ik nu ben. Dus een lang verhaal kort. Ik heb doelbewust gekozen voor bepaalde opleidingen, voor bepaalde werkgebieden. En het heeft gemaakt dat ik nu hier mag zitten. We hebben iedereen nodig. Allebei een Surinamer die niet echt de mogelijkheid heeft gehad of heeft gehad om verder naar school te gaan. We hebben iedereen nodig. En als je met een bepaalde schoolopleiding binnentreedt, dan sluit je aan op dat niveau waar je vanwege je schoolopleiding kan functioneren. En er zijn mogelijkheden om verder te gaan. Toen ik in dienst trad, had ik mijn middelbare schooldiploma al. Het was gewoon wachten op een onderofficiersopleiding en later op een officiersopleiding. Maar naast deze opleiding, naast deze carrièreopleiding, heb je ook andere zaken die je bijleert hier in het leger. Internationaal maak je ook kennis met wat legers allemaal doen. En dat maakt dat je dan ook groeit. Ik heb in Brazilië mogen studeren, 3 keren. En dankzij die HBO die ik had, kon ik makkelijk aansluiten. Omdat op die opleidingen je verbaal en opschrift heel sterk moest zijn. En het is dankzij deze HBO-opleiding die ik toen achter de rug had, dat ik ook betere analyses kon maken tijdens de opleidingen. En die analyses, de vaardigheden die je daar ontwikkelt op de opleiding, heb ik ook hier toegepast bij terugkeer. En het heeft ook gemaakt dat ik mijn werk beter kon doen. Dus mijn boodschap naar iedere Surinamer die belangstelling heeft in het leger, ongeacht de scholing, iedereen is welkom, iedereen is ook nodig. Weliswaar, we moeten rekening houden met de manier van dus hoe conflicten zich ontwikkelen. De conflicten van vroeger worden niet op dezelfde manier gevochten in de toekomst. Ik had gisteren ook aangegeven dat we nu wel weten hoe oorlogen van het verleden te voeren. Maar de dreigingen worden steeds complexer en je gaat ook rekening moeten houden met innovaties. En daar ga je wel je grijze massa voor nodig hebben. Dus dat maakt dat je eigenlijk ook uitkijkt naar jongens, of laten we zeggen mannen en vrouwen, die in elk geval critical thinking hebben, in elk geval innovaties kunnen maken, kunnen doen en ook kunnen doorvoeren. Dus we hebben iedereen nodig en als het gaat om mannen met een hogere opleiding, is dat ook sowieso welkom. Ja. Helaas, voorlopig vanwege de economische omstandigheden kunnen we nog geen lichtingen aannemen. Maar er is wel een grote behoefte aan nieuw personeel, ook hoger geschoold personeel. Maar dat zal hopelijk volgend jaar wel kunnen plaatsvinden. In elk geval, dat ik een militair ben geweest met een goede legacy. Ik wil de organisatie niet verlaten met een slecht imago of een legacy waarvan men niet positief over praat. Maar mijn intentie is om iets goeds achter te laten, om te werken aan iets goeds binnen de organisatie, omdat ook dit leger een heel jong leger is. En dezelfde issues waarmee wij dealen, hebben legers ook gehad. Legers bijvoorbeeld van Amerika, of het leger van Amerika, van Brazilië en al die grote legers. En het staat ook in boeken geschreven dat dezelfde dingen waarmee wij struggelen,
day-to-day, dat zij dat 200 jaar terug ook hebben gehad. Mijn rol hier is dat ik ook een bijdrage wil leveren aan het verder ontwikkelen van ons leger. Ons leger is in 1975 opgericht geworden. Het heeft een aantal groeipijnen gehad. En gaandeweg moet het een stukje volwassener worden. En die bijdrage wil ik ook leveren. Dat het leger dat ik dan heb achtergelaten, dat het een stukje beter is geworden. Ja. Maar zover is het nog niet. Suriname, we zijn bijna 47 jaar jong. We zijn een heel jonge natie. Onze natie heeft heel veel uitdagingen waarmee we moeten dealen. Het is weliswaar de zoveelste crisis waarmee wij zitten. Maar we komen wel door deze crisis heen. Wat wij allemaal moeten doen is dat wij rekening moeten houden dat, wat we ook leren op school, keulen en eiken zijn niet op één dag gebouwd. Dat wij geduld moeten hebben en dat we gewoon kleine stappen voorwaarts maken. We hebben economisch gezien een aantal uitdagingen. Er zijn hier en daar beperkingen als het gaat om inkomsten. Maar als wij allemaal kijken naar de problemen, dan zouden we ook gelijk moeten denken aan de oplossingen. En dat is ook mijn boodschap naar iedere Surinamer. Laten we denken in termen van oplossingen. Ik weet, praatjes vullen geen gaatjes, dit zal jouw maag niet vullen. Maar door creatief om te gaan met onze tijd, door creatief om te gaan met de middelen die we hebben ter beschikking, moeten we stappen vooruit maken om zo te geraken uit de crisis. Naar de jongeren, blijf studeren. Want door studie creëer je meer mogelijkheden voor jezelf om iets te worden in de maatschappij. Ik doe een oproep naar de samenleving om gewoon door te zetten. Want ik weet het is heel moeilijk. Maar laten we gewoon door blijven zetten. Focus op de stand van zaken.